De consumptie van zoete patat moet gestimuleerd worden. Op dit moment loopt in Suriname een onderzoek om de productie van zoete patat te stimuleren. Het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek Suriname, CELOS, is grote voorstander van het stimuleren van de productie van zoete patat. CELOS vraagt vandaag op World Potato Day bijzondere aandacht voor de aardappelsoort die in Suriname groeit, namelijk sweet potato, oftewel zoete patat. In lijn met World Potato Day heeft CELOS Sweet Potato Day vandaag gevierd op het complex van de Anton de Kom Universiteit. Iwan Poerske, voorzitter van het bestuur van CELOS, zegt dat zoete patat nu veel te duur is in Suriname, waardoor consumenten het minder kopen. Hij gelooft dat de prijzen omlaag kunnen gaan wanneer de productie gestimuleerd wordt. Aardappel wordt in de wereld is main crop, de hoofdvoedsel gewas voor een heel groot deel van de wereld. En dat is zoete patat niet in Suriname. In China is zoete patat, wordt dat goed flink gegeten. Egypte, dat zijn de grotere landen, Indonesië. Maar wij consumeren het niet zoveel. Niet omdat we het niet lusten, maar omdat het te duur is. En de overheid moet dat onderkennen. En wanneer wij inderdaad minder aardappel willen importeren, maar de productie van zoete patat stimuleren en de prijzen omlaag kan gaan, dan gaat de consument een keuze hebben tussen aardappelen en zoete patat. En ik denk dat zoete patat in Suriname gemakkelijker groeit en dat de prijs echt wel bij een mechanische teelt en met veel onderzoek, goed onderzoek, en stimuleren van de boeren, dat de prijzen echt wel omlaag kunnen gaan en dat we veel boeren kunnen helpen aan een stukje inkomen daarmee. Poerske geeft aan dat zoete patat beter is voor de gezondheid in vergelijking met aardappel. Ook benadrukt hij dat voor diabetes de zoete patat wordt aanbevolen boven de aardappel. Gezien Suriname een hoge graad aan diabetes heeft, moet volgens hem zoete patat meer aangemoedigd worden. Hij gelooft dat dit een zichtbaar effect zal hebben op de Surinaamse volksgezondheid. Dus er is alleszins een reden om zoete patat teelt in Suriname te stimuleren. Het moment dat je zoete patat op iets grotere schaal zou gaan doen, betekent dat de prijs van het product automatisch omlaag moet gaan. En dat is dan niet meer interessant voor de boer. Omdat met zijn traditionele teelt er veel arbeid, handenarbeid in gaat zitten. Wat moet gebeuren is dat er onderzoek moet worden gedaan om het mechanisch te doen. Net als hoe de rijstteelt mechanisch kan of gebeurt, kan de zoete patat ook mechanisch geteeld worden. Waardoor je minder arbeid erin hoeft te stoppen. En waardoor die productie kostenprijs omlaag kan gaan. En dat de boer toch tevreden gaat zijn met de prijs. Dus er is een reden om technologie erin te zetten, betere technologie, grondbewerking mechanisch, oogst mechanisch, planten mechanisch en niet meer dat handmatige deel. Op de viering van de zoete patatdag op de universiteit was er een demonstratie van roti's met zoete patat als basis. Poerske benadrukt dat zo'n roti zoeter proeft, maar gezonder is.